Zoals we op Crypto Insiders kunnen lezen is de NFT-wereld, de Metaverse-wereld telkens populairder. We zien Nike duikt de Metaverse-wereld in, Bank of America zegt dat Metaverse enorme mogelijkheden biedt, de Bitcoin-beurs Binance die investeert mil miljoenen in de Metaverse NFT-gaming en Adidas... Adidas? Adidas? Adidas. Adidas stapt de Metaverse in met de Board 8 Yacht Club, dus we zien inderdaad dat de wereld van NFT's enorm aan het boomen is. En daarom gaan we het in deze video hebben over een metaverse coin, een NFT coin die heet Remark. Aan het einde van deze video weet je de kracht van het Polkadot-ecosysteem, de voor- en nadelen van Remark, de token zelf, en wat ik zelf met deze token heb gedaan. Voordat ik het ga hebben over de kracht van Polkadot, wil ik het eerst hebben over een stukje strategie. Ik zelf probeer zoveel mogelijk in de leiders van bepaalde niches te beleggen. En zelf denk ik dat Polkadot best wel groot gaat worden. Ik zelf heb de overtuiging dat Polkadot nou, de nummer drie of misschien zelfs de nummer twee crypto van de hele ranglijst zou kunnen worden over een paar jaar tijd. Dat hoeft natuurlijk niet per se zo te gebeuren. Maar ik zelf heb wel het idee dat dat wel gaat gebeuren. En daarom, omdat ik denk dat Polkadot zo'n groot systeem gaat worden, wil ik ook proberen om te investeren. In de leiders binnenin het Polkadot-ecosysteem. En Remark, waar we het zo meteen over gaan hebben, is een van die leiders in het Polkadot-ecosysteem. Want Kusama, dat is in principe ook een onderdeel van het Polkadot-ecosysteem. Dat is een soort van testnetwerk. Vaak, als ik dat zeg, dan worden mensen boos, want het klopt niet helemaal. Het is niet helemaal een testnetwerk. Het is een soort van zusternetwerk van Polkadot. Het werkt wel in de echte wereld, als het ware. Er zit geld in, dus het is niet helemaal een testnetwerk. Maar je ziet vaak wel dat de projecten die je uiteindelijk op Polkadot willen gelanceerd worden, gemonteerd worden als het ware, die gaan vaak ook hun eigen netwerk testen op het Kusama-netwerk. Dus ja, in die zin zou je wel kunnen zeggen dat Kusama wel een soort van testnetwerk is. Het project waar we het vandaag over gaan hebben is Remark, en dat is een onderdeel van het Kusama-netwerk. Het is in principe het eerste echte NFT-project binnenin Kusama, en ook het grootste en meest bekende netwerk, het NFT-netwerk binnen Kusama. Dus wat dat betreft zie ik het inderdaad als een leider in een bepaalde niche. En in dit geval, dus inderdaad, NFT's op Kusama. Later zou Remark ook wel eens een keer een NFT-project kunnen worden op Polkadot zelf. Dus niet alleen op het testnetwerk samen, maar ook op het hoofdnetwerk Polkadot zelf. Maar uh, we zien ook dat er de komende weken weer parachain auctions gaan plaatsvinden. Dus veilingen voor parachains, voor projecten die op Polkadot geïnstalleerd kunnen worden als het ware. En Infinity is daar één van. Remark heeft, uh, ja, die gaat geen uh, parachain auction doen. Die gaat niet een veiling doen om inderdaad op het Polkadot-netwerk te komen op deze manier. Maar uh, Infinity gaat dat dus inderdaad wel zo doen... Infinity is dus een ander project, dat heeft niet te maken met Remark, maar gaat dus ook een NFT-project worden op het systeem van Polkadot. Dus ik heb het idee dat Infinity nog wel eens de leider van NFT's zou kunnen worden op het Polkadot-netwerk en Remark dus inderdaad de leider van NFT's op het Kusama-netwerk. Voordat we het gaan hebben over de voor- en nadelen van Remark, wil ik het kort hebben over de kracht van het Polkadot-ecosysteem. En wat mij betreft is dat de zogenaamde cross-chain interoperability. Ik kan me voorstellen dat je denkt, wat de hel is dat nou weer? Nou, het komt erop neer dat Polkadot een soort van basislaag is. Bovenop die basislaag kunnen allemaal projecten worden gebouwd. De projecten die wij nu kennen, dus bijvoorbeeld Ethereum, Solana, Terra, dat zijn allemaal Layer 1 blockchains. Dat zijn allemaal afzonderlijke projecten. Polkadot die zorgt ervoor dat het een soort van basislaag is, dat er een soort van layer zero is, een, een nulde laag als het ware. En bovenop die nulde laag, bovenop die eh, basislaag, kunnen de verschillende layer one blockchains worden gebouwd. Op die manier krijg je interoperabiliteit, want je kunt namelijk met elkaar communiceren. Die afzonderlijke projecten die kunnen nu ineens met elkaar communiceren. En ik denk dat dat de enorme kracht is van Polkadot zelf. En als we dat vertalen naar de wereld van NFTs, dan zien we ook dat het momenteel heel lastig is, of soms zelfs onmogelijk is, om NFTs te sturen van en naar een andere blockchain. Dan moet je vaak gebruik maken van derde partijen, bijvoorbeeld deze, Wormhole. Deze is sinds september actief, dus nog niet eens zo lang. Maar dan moet je inderdaad alweer gebruik maken van dit soort tools om jouw NFTs van de ene blockchain naar de andere blockchain te kunnen sturen. Maar op Polkadot en Kusama zijn die verschillende blockchains dus aan elkaar gekoppeld. En kun je dus heel makkelijk van de ene blockchain naar de andere blockchain gegevens en ook NFTs gaan sturen. Sturen. En Remark die kan het dus inderdaad ook. En Remark die zegt van inderdaad: wij kunnen onze NFT's laten gebruiken door de gebruikers op verschillende blockchains tegelijkertijd. Ze zijn onder andere aan het samenwerken met heel veel verschillende Layer 1 blockchains, dus heel veel verschillende uh, afzonderlijke projecten die zijn gebouwd op het Kusama-netwerk. Bijvoorbeeld Moonriver, Kala, Karura, Bifrost, Shiden. Heb ik trouwens laatst nog een interview mee gedaan met Maarten Henskens, die kun je zeker nog even bekijken. Uh, Altair, Zeitgeist. Dus er zijn inderdaad heel veel projecten die samenwerken met. Remark, zodat de NFT's binnen deze projecten allemaal van en naar elkaar ge gestuurd kunnen worden. Oké, okay, laten we het dan nu hebben over de voor- en nadelen van Remark zelf. En ten eerste, ik denk dat het grootste voordeel van Remark de zogenaamde nested NFT's zijn. We zien hier trouwens de Singular, dat is de NFT-marketplace, de NFT-winkel als je wilt, van Remark. En op deze Marketplace, op Singular, kun je inderdaad nested NFT's krijgen. Maar wat is nou precies nested NFT's? Nested NFTs houdt in dat je een soort van NFTs binnenin NFTs hebt. Een soort van NFTception als je wilt. Um, NFT 1.0, dat was, nou ja, dan kon je misschien een leuk plaatje kopen en verder kopen op één, verschillende of één aparte blockchain, één afzonderlijke blockchain fantastisch, maar heel veel mensen die hebben gewoon niet zoveel aan zo'n ja, eenvoudig plaatje als het ware. Dus NFT 2.0, dat is oké, okay, je koopt een plaatje, je kunt add-ons toevoegen, dus je kunt bepaalde items toevoegen aan je NFT, net als bijvoorbeeld in een game. Als je een gamer bent, dan ken je dat systeem wel van add-ons. Je hebt bijvoorbeeld een character en nou, die, die, daar zit je allemaal goede armor op, en goede wapens, goede schildjes en zo. En je kunt allemaal add-ons toevoegen om je character uiteindelijk beter te maken. Dat kan dus nu inderdaad ook met deze NFT 2.0 uh, serie, dus inderdaad met die Remark NFT's. Je kunt dus inderdaad bepaalde add-ons toevoegen aan je NFT. Bijvoorbeeld in dit plaatje zien we, nou, we hebben een vogel, dus dat is een soort van basis-NFT. En dan heb je nog allemaal bankbiljetten die je ziet, bliksemschicht zie je nog een fantastische regenboogdrol. Want wie wil nog niet een regenboogdrol? Maar goed. En op die manier kun je dus inderdaad telkens meer dingen toevoegen aan jouw eigen NFT. En kun je deze NFT dus inderdaad ook versturen naar verschillende blockchains. En die kun je dus op verschillende manieren gebruiken. Ik kijk heel erg uit naar de wereld van NFT 3.0 en 4.0. Ik heb geen idee. Idee hoe dat er precies uitziet. Ik kan me voorstellen dat wij bijvoorbeeld telkens meer NFT's kunnen gebruiken in de metaverse, dat je telkens meer NFT's kunt gebruiken in bijvoorbeeld games, dat je bijvoorbeeld in weet ik veel, Fortnite kunt ro rondlopen als zo'n Canaria Bird, als zo'n vogel die we nu op het scherm zien, of dat je aan een, weet ik veel, een virtuele pokertafel zit als een Crypto Punk, een hele belangrijke, hele populaire NFT. Dus ik denk dat we inderdaad een beetje die kant op gaan in de komende jaren tijd. Op dit moment zien we ook dat deze NFT's al worden gebruikt in de metaverse, in de digitale, virtuele wereld die op dit moment gebouwd wordt. En we zien ook dat de mensen met hun NFT's geld aan het verdienen zijn. Je ziet bijvoorbeeld hier een afbeelding, een plaatje van een boot die is gekocht in een bepaalde metaverse, in een bepaalde virtuele wereld. Deze boot is gekocht voor 650.000 dollar, met het idee dat de persoon die deze boot heeft gekocht, nou, als de wereld populair wordt waarin deze boot staat, dan kan hij of zij, ik weet niet precies wie de boot heeft gekocht. Dan kan hij of zij de boot verhuren aan andere mensen in de metaverse, in die wereld, en kan hij of zij daar inkomsten van krijgen. En in het geval van Remark kwamen ze ook met een voorbeeld van de zogenaamde reclameborden, de billboards, als een NFT. Waarom? Nou, als de wereld, als de metaverse inderdaad populair is, dan kun je een reclamebord kopen, je kunt dat verhuren aan adverteerders, en op die manier kun je natuurlijk reclameinkomsten krijgen van op en vanuit jouw NFT. Dus inderdaad, zodra er telkens meer mensen in deze virtuele wereld, in deze metaverse gaan leven, denk ik ook dat er telkens meer economische activiteit binnen deze metaverse gaat plaatsvinden. En gaat het heel belangrijk zijn om inderdaad dit soort NFT's te hebben in zo'n metaverse die uiteindelijk geld kunnen opleveren? Dan even heel kort over het team en de oprichter van Remark. We kunnen op deze pagina zien dat zij heel transparant zijn over wie ze allemaal zijn. Foto's staan erbij en zo. Een kleine, ja, een kleine biografie van de mensen die staat erbij. Uh, maar de oprichter is dus deze man. Ik weet nog steeds niet hoe je de achternaam uitspreekt. Maar Bruno Skvors, uh, geen idee. Zoiets inderdaad. <laughs> dit is een hele technische man. Ik heb wel een gesprekje van hem gezien dat ik zo meteen even kort zal laten zien. Hij is inderdaad heel technisch. Hij is een webdeveloper geweest. Hij heeft een master in computer science en hij werkte eerst aan Ethereum 2.0. Vervolgens heeft hij ook gewerkt aan Polkadot en Kusama zelf en nu is hij dus voor zichzelf begonnen met Remark. Hier zien we de beste man de oprichter inderdaad van Remark en hij geeft in deze video een aantal nadelen van Remark, want natuurlijk zijn er niet alleen maar voordelen, maar ook nadelen. En ten eerste noemt hij de zogenaamde choice paralysis voor de developers, voor de ontwikkelaars, voor de creators, voor de uh, content creators inderdaad. Want hij zegt van oké, okay, op Remark kun je gewoon zoveel, er zijn zoveel opties, dat je uiteindelijk als ontwikkelaar, als content creator, dat je gewoon geen keuze kunt maken, omdat er gewoon zoveel opties zijn. Dus wat hij wil doen, is hij wil Remark een beetje meer gaan vereenvoudigen, als het ware. En hij wil ervoor zorgen dat er hele duidelijke documentatie beschikbaar is voor deze developers, voor deze content creators. Dus het lijkt er een beetje op, in mijn ogen, dit is niet wat hij zegt, maar het lijkt er een beetje op dat ze op dit moment nog een gebrek aan focus hebben. Dus dat is op dit moment inderdaad wel wat er nog een beetje ontbreekt aan Remark. Het andere nadeel dat hij geeft is dat er een langzame synchronisatie is van Remark, van dit systeem, met de verschillende blockchains waaraan ze gekoppeld zijn. Waarschijnlijk is dit een korte termijn issue, ik denk dat op langere termijn dat dit niet zo'n groot probleem er is, maar op korte termijn is het inderdaad nog misschien wel een probleempje. Hopelijk heb je tot nu toe al heel veel nuttige informatie gehad, maar ik wil je natuurlijk nog verder helpen. Op nesami.com/nl kun je vinden een gratis e-book, een gratis masterclass en ook een programma voor beginnende beleggers. Dus neem gerust even een kijkje op Zo, Zometeen gaan we nog even kort een stukje technische analyse doen en dan geef ik ook aan wat ik zelf heb gedaan met deze coin. Momenteel heeft Remark een fully diluted market cap, dus een ja, volledig verdunde beurswaarde van 400 miljoen dollar. Dat is op zich natuurlijk een heel bedrag. Je zou zeggen: van oké, okay, dat is inderdaad wel flink veel. Maar als je kijkt naar de top, nou, top 100 of zo van de NFT-coins die er op dit moment is, dan staat Remark nog relatief laag. En zijn er letterlijk tientallen, nou, minimaal, ik denk iets van 50, misschien wel 70 verschillende coins die daar nog boven staan qua fully diluted market cap. Het is dus niet per se undervalued. Ik denk niet per se dat Remark momenteel ondergewaardeerd is. Maar relatief gezien, ten opzichte van de andere NFT-coins, de andere Metaverse-coins, is het mogelijk wel ondergewaardeerd. En dan nog even over de tokenomics van Remark. Ten eerste kunnen we zien dat het een relatief nieuwe coin is. Op 15 september zijn ze inderdaad live gegaan. Toen werd die gegenereerd. We kunnen zien dat er momenteel een maximumvoorraad is van 10 miljoen tokens. Ze zeggen ook dat de Remark momenteel deflationair is, dus niet inflationair wat normaal gesproken zo is, maar inderdaad deflationair. En dat kan veranderen als de DAO, de Decentralized Autonomous Organization, dat zijn mensen zoals jij en ik, die met onze tokens, met onze Remark tokens, het beleid van Remark kunnen be bepalen. Als de DAO inderdaad in een van deze zaken wil veranderen, dan kan dat dus. We zien ook dat 5% van de tokens momenteel vergrendeld is voor het team zelf. Zij krijgen toegang tot alle tokens na ongeveer twee jaar in totaal en de rest van de tokens gaat dus inderdaad naar de community. Dus je ziet dat er bijzonder veel tokens bij de community liggen op dit moment. Hieronder vind je nog een hele waslijst aan de utility, dus de, het nut van deze coin. Uh, ja, onder andere kun je er NFTs mee minten, je kunt er NFTs mee maken. Het gaat gebruikt worden als een valuta, als de valuta van hun uh, Remark Metaverse. Die uh, komt in het vierde kwartaal van 2022, dus dat duurt nog wel een tijdje. En we zien onder andere ook dat die uh, wordt gebruikt voor governance. Dus dat is inderdaad uh, wat ik net zei, hè, dat we met onze Remark tokens het beleid van Remark kunnen bepalen. En als we dan heel kort naar een stukje technische analyse kijken, als we de grafiek bestuderen, dan zien we dat het nog gewoon een hele jonge grafiek is. Dus we kunnen er niet zo heel veel over zeggen, om eerlijk te zijn. Maar we zien in ieder geval dat we in een uptrend zitten. Dus we maken higher lows, we maken higher highs. Dat is natuurlijk eh, dat we hogere pieken en dalen maken. Dus dat is een uptrend. Dat is natuurlijk een goed teken. Ten eh, tweede zien we ook nog dat wij heel dicht bij de 55 exponential moving average zijn gekomen. Dat is een bewegend gemiddelde van de afgelopen 55 dagen. Vaak een hele belangrijke lijn die wordt gebruikt als support en in dit geval lijkt het er ook op dat hij precies vanaf die witte lijn die 55 EMA zijn gebounced dus dat is natuurlijk fantastisch en uh, ten derde wil ik nog even zeggen dat de indicatoren er wel vrij matig uitzien op dit moment als we bijvoorbeeld kijken naar de RSI dan is die nog steeds uh, dalende dus die is nog steeds in een dalende trend en ook de MACD die is nog steeds aan het dalen dus die zien er wat vrij matig uit wat mij betreft en nu vraag je je waarschijnlijk nog af: Oké, okay, Wiebe, wat heb je dan zelf gedaan met deze coin? Nou, ik kan je vertellen: ik heb inderdaad wat Remark gekocht op 39 dollar. Het is voor mij op een soort van semi-lange termijn. Normaal gesproken heb ik een beleggingshorizon van ongeveer 5 jaar. Dit weet ik nog niet zeker of dit inderdaad een hold gaat worden voor ongeveer 5 jaar. Maar ik denk eerder iets van misschien 1 jaar of misschien langer, afhankelijk van hoe goed het project uiteindelijk te werk gaat. Het wil natuurlijk niet per se zeggen dat dat een goede beslissing is, het kan natuurlijk volledig verkeerd uitpakken. Het staat allemaal nog compleet in de kinderschoenen. Het is heel erg risicovol om op dit moment in remark te stoppen. Maar ja, voor mezelf vind ik het goed om dat risico inderdaad aan te gaan. Houd er rekening mee: dit is natuurlijk allemaal gewoon informatie. Uiteindelijk moet je je eigen keuzes gaan maken op basis van de beschikbare informatie. Dus gebruik deze informatie, maar zie dit niet per se als advies. Dus ja, nogmaals: maak je eigen beslissingen op basis van je eigen informatie. Heel belangrijk. Laat me zeker nog even weten wat jouw favoriete NFT-coin is in de opmerking hieronder. En anders raad ik je aan om even deze video te bekijken over de zeven tekenen dat Bitcoin bullish is de komende twee weken tijd ongeveer. Maar als je dat al hebt bekeken, kijk dan nog even naar mijn website neesami.com/nl. En daarmee wil ik je enorm bedanken voor de tijd die je vandaag hebt gestoken in het bekijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei! doei!